De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Eru Prestige, kaas voor kerels. En Febo. De groene hel, de Nürburgring Nordschleife, is het toneel voor de tweede wedstrijd WTCR. Maar er zijn ook wat mensen die niet gaan rijden. Dat zijn onder andere Nicky Katsburg, want hij rijdt met een Hyundai. Hyundai vond dat ze te langzaam zijn. Nadat ze vorig jaar alles wonnen wat er te winnen viel, vonden ze dat ze nu wel enorm benadeeld waren door de organisatie, omdat ze niet konden winnen. Dus werden alle Hyundai's teruggetrokken. Beetje flauw en een drama voor Team Engsler, want die heeft gewoon een sponsor en die wil gewoon dat er gereden wordt. Nou, in ieder geval niet door de Hyundai's, wel door de rest. Ja, het ziet er allemaal hartstikke goed uit. Kwalificatie, auto is erg goed hier op de Nürburgring. Dus top 10 moet er zeker in zitten. Ik heb ook het vertrouwen, want ik heb hier heel wat rondjes gereden. Dus de circuit kennen we wel. Weet je wat, we gaan gewoon kwalificeren en knallen. En kwalificeren is altijd lastig op de Nürburgring Nordschleife, want het is natuurlijk een heel lang circuit. En dan denkt u misschien, moeten ze dan een opwarmronde van heel veel kilometers rijden? Nee, je warmt op het korte circuit en dan ga je één rondje, misschien twee, vol gas over het lange circuit. Ja, dan moet je wel dat lange circuit, die Nordschleife, halen. Dat doet niet Jack Young met deze Renault Megane. Die zet hij in het grind. Coronel kent deze baan natuurlijk goed, vindt het altijd mooi als hij hier mag rijden. Maar heeft nog nooit een auto gehad waarmee hij echt om de ereplaatsen mee kon doen. Nu misschien wel. En dan zien we geel in de eerste sector. En dan moet je eigenlijk gewoon even weer een rondje op het korte circuit rijden voordat je het lange circuit opgaat. Nou, dat heeft Coronel gedaan en hij is onderweg. Maar hij is niet de allersnelste, maar het ziet er wel lekker uit. Kijk, links in beeld. Op de vierde positie staat op dit moment Tom Coronel met nog iets meer dan anderhalve minuut te gaan. En kijk, dit is toch mooi, hè, dit circuit. Blinde bochten en alles wat erbij hoort. En als je hier rijdt en je gaat dan nog een keer proberen, dan ben je te laat. De vlag is gevallen. En zo komt het eigenlijk net te laat. Maar niet voor Tom Coronel, Pierre Lachey. Dit is de snelste, dan Girolami, dan Tassi, dan Coronel, Ascona. Jean-Carlo Vernet met de Alfa Romeo. Hup, door de carousel. En dan een stuk omhoog. En uiteindelijk kom je dan hier in de avond weer terug. Komt Guerreri wat naar voren, staat Coronel nog steeds vierde. En dat is toch een lekkere positie, hoor, op die tweede startrij. De vraag is, blijft hij dat of gaan er nog mensen onderdoor? Björk gaat er net onderdoor. Tom, vijfde, na de kwalificatie. P5, helemaal top. Ja, ik sta nog te kijken naar de tijden. Gaat erg goed, heel goed zelfs. Ik had wat snelheid over, vooral in de snelle doordraaiers. Kon ik hem net even wat harder in laten vloeien. Dat had ik even wat beter moeten aanpakken. Het werd heel erg donker aan het eind. Je zag echt helemaal niks meer. En ik was ook een beetje verrast door de grip. Ik had in de vrije training een aandrijf vastgebroken. Had ik maar één ronde gereden. Schokbrekers gewist, 10 minuten verloren. Dus ja, om heel eerlijk te zijn, niet helemaal misschien het maximale eruit gehaald. Dat wat meer ingezeten, maar ik ben heel blij met de vijfde plek. Helemaal goed voor het kampioenschap. Goed voor de BOP. We zitten erbij. En dan is het de dag van de wedstrijd. En het is nat. Ziet er redelijk uit. We hebben 50 gekwalificeerd, maar uiteindelijk zou je dan de eerste race 6 te starten. Hè? Want 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hè? Want zo tellen ze dat dan terug. Maar uiteindelijk zijn er een paar mensen die hebben onder geel zich zeg maar niet netjes gedragen. Dus die hebben straf gehad. Dus uiteindelijk start ik de eerste race vanaf P3.
Ja, en dat is lekker. Daar is helemaal niks op af te dingen. En dat betekent dat ze de top 10 eerst omdraaien en daarna wat straffen uitdelen. En dat betekent ook dat deze Ivan Müller gewoon op pole position mag starten met de Link & Co. Wel zijn er problemen voor Nathaniel Berton, de teamgenoot van Tom Coronel. Die staat voorlopig in de pits. En dan is er een rollende start. Dat heeft met veiligheid te maken. Goed, een rollende start. Het is een zogenaamde safety car start. Dat betekent allemaal achter elkaar totdat je over de finish bent. En dan mag je pas inhalen. En dat doen deze mannen heel goed. Er zijn race-series, daar gaat het wat minder goed. En kijk eens hoe deze baan dan listig is in de regen. Ivan Müller, Esteban Guerreri, dan Tom Coronel, Ted Björk, Jean-Air Lachey. Veel Link & Co. auto's. En toch zie je hier al, als je kijkt, een klein probleempje. Want er zit toch wat onderstuur in die auto van Coronel. Maar kijk, als die twee mannen vooraan lekker blijven vechten, dan kan je misschien dat bijhouden. Dan kan je misschien nog wat proberen. Kijk, kijk, met z'n tweeën naast elkaar. En breed is het hier niet, hoor. Guerreri pakt de eerste positie. Dit hele snelle stuk naar beneden. Dan gaat het linksaf en dan wordt de auto even licht. En dan moet je uiteindelijk weer rechts. En dan sta je stil. Dit is niet Guerreri. Dit is een van de Renaults. Die van Jack Young. Wat is daar gebeurd? Jack stuurt in, remt, blokkeert. Auw. Dan staat die bandenstapel toch heel dichtbij. Carousel. Leider in de wedstrijd. Oei, die heeft een voorsprong. En kijk, die Coronel zegt, die is lekker aan het vechten met de Link & Co. Audi Sport auto, die doet het heel goed. Het Come2You Racing Team heeft de auto lekker voor elkaar. Het is niet de meest moderne auto. De Link & Co. auto's zijn eigenlijk net weer een nieuwe generatie. Hebben misschien net even wat meer technische voordeel. Maar goed, baankennis is ook wat. En als de auto redelijk op de weg ligt, dan kan je het tempo gewoon bijhouden. En dat doet Tom Coronel heel erg goed. Rijdt voorlopig op de derde positie. En dat is toch echt lekker. Hier het stuk waar normaal veel publiek staat. Helaas ook tijdens deze wedstrijd de 24 uur van de Nürburgring, een full race. Ja, geen publiek langs de Nordschleife. Jammer, maar helaas, maar het is niet anders. Voorzichtig op je gas. Hier dan ook eigenlijk leeg waar het boven in beeld heel vol had moeten staan met publiek. Maar gelukkig kunnen we racen en racen we op deze iconisch, legendarische, alle superlatieven kun je op dit circuit loslaten. En ze zijn allemaal waar. Ascona met een probleem. Ascona met de Cupra TCR. Ja, en daar begint gewoon iets te roken. En dan zet hij de auto links naast de baan. Rijden achter Thiago Monteiro met Jean-Claude Vernay. En dan zie je rook uit de Seat. En dan is het klaar. Ja, en dan is Coronel hier toch een beetje het beleg in het Link & Co. broodje. En dan een Link & Co. broodje met een dubbele onderkant. En let op, hier. Ja, dat is hem niet. Daar zit geen tractie in die auto. Op het moment dat hij... Op het moment dat hij gas geeft, heeft hij wielspin. Hij... Ja, kan niet aanvallen, maar laten we hopen, want dat is belangrijker, dat hij überhaupt kan verdedigen. Klein beetje in je spiegel kijken, niet te veel, Tommy. En dan hier het Grand Prix circuit. Naar beneden. En dan vecht Coronel met Ivan Müller, met Guerreri, met Air Lachey. Ja, met mannen waar hij eigenlijk een jaar geleden ver achteraan reed. En toen reden er ook nog Hyundai's. En daarom is het zo flauw dat die Hyundai's niet meedoen. Eigenlijk is het gewoon kinderachtig. Het speeltje wordt afgenomen en we beginnen te janken. Ja,
Maar goed, ze zijn er niet, dus kunnen we ook niet over ze praten. Wie er wel is, is deze Tom Coronel nog steeds op de derde positie. Voor Ted Björk, voor Jan Erlaché. Maar ja, het is lastig, terwijl daar een langzame Jack Young probeert terug te komen naar de pits. Ja, dat is hier nogal een opgave. Is het Guerreri met de voorsprong. Maar ja, dat is ook geen gigantische voorsprong. Kijk, want daar rijdt de eerste Link & Go. Startnummer 100, Ivan Müller. En dan links daar Coronel. En dan is het Björk aan de buitenkant. En dan remt Björk later. En dan zit hij goed voor de volgende bocht. Oei, Tom, opletten, niet te veel verdedigen. Want dan kost het je twee plaatsen. Kijk, daar is Björk. En die duwt dan Coronel aan de kant. En dan kan ook Erlaché mee. Maar ja, Erlaché zit dan verkeerd voor de volgende bocht. Dat is een lange linker. Die valt naar beneden. Als Tom blijft zitten... Maar dat blijft hij niet. Dan verliest hij nu toch ook die positie. Jammer, twee posities eigenlijk in één bocht. Maar nog, vijfde positie. Je zou er maar voor kunnen tekenen. Hij kan het tempo redelijk volgen. Maar die tractie, dat is toch wel een probleem op het droog. Coronel, vijfde. Honda aan de leiding. Dan een aantal Link & Co's. En dan deze Tom Coronel daar rechts in beeld. Ja, want dat is natuurlijk ook nog een ding. De banden moeten gekoeld worden. Want het zijn regenbanden. Voor het eerst dat ze racen op de Goodyear regenbanden. Maar ja, als je kijkt, een heel stuk van het circuit is al droog. En dat maakt het niet makkelijk. Hier is het dan weer nat. Hier hoef je niks te koelen. En de vraag is, zijn zij aan het inlopen op Esteban Guerreri? I can hear the drive shaft. I'm driving a little slower. I can hear the drive shaft. Goed, dus geen tractie. En dan ook nog een aandrijf als die je hoort. Terwijl daar een probleem voor een van de Honda's. Is dat Guerreri? Nee, dat is niet Guerreri. Dat is niet de leider in de wedstrijd. Want Guerreri wint deze eerste race voor Müller, Erlaché, Björk. En op de vijfde positie en eerste in de Independent Trophy is het Tom Coronel. Ja, Guerreri is er blij mee. De Honda die het goed doet. Daar op de vijfde positie Tom Coronel. En zoals gezegd, de eerste niet fabrieksrijder. I had a memory from last year when we qualified in wet, but different tires, different everything, you know. So in the end, when I did a gap in the first lap, I knew what the grip was around. So then I could little by little increase that gap in the second lap. And then the third lap just saved the tires because it was a bit vibration. It was some dry spot around there. So yeah, just cruise around and bring the Honda Civic to P1, which was a long time. So I'm very happy to be back here in a podium. Daar zien we het podium. En dan de WTCR trofee, zeg maar de onafhankelijke rijder. Ja, de eerste weer, Tom Coronel. Ja, dat was toch wel een enerverend ritje. Ik had in het begin nog heel eventjes een beetje dat ik Ivan kon aanvallen. Maar uiteindelijk aan het eind moest ik toch ietsjes lossen. De allerlaatste ronde had ik problemen met speling op de driveshaft. En uiteindelijk ben ik rustiger gaan rijden. Heb ik het hele infield, heb ik een derde versnelling gedaan. En ben ik vijfde geworden. Heel blij mee. Goed resultaat, mooie punten. En eerste privateer. Kan Tom Coronel in de top 3 rijden in race 2? Dat zien we na de break. De WTCR is powered by Tricorp Workwear, Dijkstra Drijsma, begrip in de bouw, en ASC Ladders en Stijgers. De WTCR is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Eru Prestige, kaas voor kerels. En Febo. Terug op de Nürburgring Nordschleife voor het WTCR. Tom Coronel, het gaat lekker met de Nederlander. Kan hij weer naar het podium? Starten vanaf vijfde plek. Ziet er allemaal redelijk goed uit. Rollende start weer. Twee ronden achter de safety car.
Ja, ik heb er wel goed gevoel. We hebben een paar veranderingen in de auto gedaan ten opzichte van gisteren. Dus knallen gewoon, knallen. Daar staat Jan Erlaché, de man die op de eerste rij start naast deze Nestor Girolami. Teamgenoot van de winnaar van de eerste race, Esteban Guerreri. Wederom een safety car start. Wederom dus achter elkaar aanrijden richting de eerste bocht. Dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, op de Nordschleife maakt dat nou net niet zo heel veel uit. De Nürburgring Nordschleife, het langste circuit op de kalender. En oh, oh, wat is het mooi. Maar het is niet voor niets de groene hel. Want je hebt zoveel stukken die moeilijk zijn. En het begint hier al moeilijk te zijn voor Tom Coronel. Want ik kan niet zeggen dat hij daar veel tractie heeft. Ligt op die vijfde positie. Maar ik heb het idee dat hij meer achteruit moet kijken dan vooruit. Want heel erg lekker gaat het niet. Het bochtige gedeelte, het eerste gedeelte. En dan ga je richting Vloekplaats. En dan krijg je een stuk naar beneden. En dan moet je remmen. En dan gaat de auto van Coronel de baan af. Je hoorde hem even blokkeren. En dan, oei, dan verlies je hier ook nog veel. Want dit gaat keihard naar beneden. Wat gebeurt er? Hij remt niet eens laat, maar dat blokkeert wat. En hij onderstuurt gewoon de baan af. En dat is jammer, want zo verlies je veel plaatsen. Ja, zo kun je de baan gewoon afsteken. Op ieder ander circuit zou het track limit zijn. Hier is het wel de veiligste weg. Kijk, auto breekt weg, even rechtuit en dan stuur recht, even geen gas geven. En dan gewoon recht door het gras. Dat kan. En kijk eens, dat hele lange rechte stuk richting Tiergarten. Hoe mooi dat is. Het slipstreamen. Girolami en Erlaché. Erlaché probeert daar de slipstream te breken. De auto loopt hard hoor, maar die Honda staat ook niet stil. En deze Honda ook niet. Thiago Monteiro rijdt achter Nathaniel Berton. En kijk erachter in de achtergrond. Daar zie je in één keer Gilles Magnus, die daarachter reed, de baan afrijden. En zo te horen heeft Berton ook het tractieprobleem wat Coronel heeft. Niet zo raar, zijn teamgenoten, dezelfde auto. Wat gebeurt daarachter? Daar zien we Berton en Monteiro, maar het gebeurt erachter. Oei. Gaat daar rechtuit. Ah, en toch nog best hard de bandenstapel in. De jonge Gilles Magnus die zo goed reed op zolder. Maar hier in de bandenstapel zijn Waterloo vindt. Urrutia rijdt daarachter. Kan daar omheen. En kan zijn weg vervolgen. Goed. Daar gaat Coronel weer. Terwijl we hier kijken naar Ivan Müller in gevecht met Jean-Carl Vernet. En Vernet rijdt dan weer net achter Tom Coronel. Vernet met de Alfa, ook een leuk project. Niet de allersnelste auto, soms wel. Maar Link & Co, natuurlijk een fabrieksproject. En daar zien we Ted Björk voorbij gaan aan Girolami. Ja, terwijl hier... ja... geen tractie, dan heb je ook geen topsnelheid. En komt Jean-Carl Vernet er heel makkelijk voorbij. Dan is het Ivan Müller die ook nog aandringt. Durf je aan de buitenkant te blijven zitten? Ja, zeker weten. En dat doet Coronel goed. Maar ja, nou komt Müller beter uit de volgende bocht. Let op, dan moet je heel snel gaan verdedigen. Ja, dat doet Coronel ook. Maar de Link & Co richting de herpin daar beneden heeft niet alleen de tractie, maar kan ook veel later remmen. Zoveel later dat Coronel met de Audi daar gewoon achteraan moet sluiten. Jammer, rem- en tractieproblemen. Ja, ze gaan hand in hand op de vooras meestal met een voorwielaandrijver. En dat is hier wel heel duidelijk. Wel lekker voor die Jean-Carl Vernet. Want die scoort zo goed punten voor de zogenaamde Independent Trophy. Waar ook Coronel in rijdt. Waar Coronel aan de leiding gaat. Voor Gilles Magnus en Jean-Carl Vernet. Laatste ronde.
Herlacher, Björk en Girolami. Dat is de top 3. Die rijden hiervoor. Dan rijdt Tassi eigenlijk een beetje in het niemandsland. Terwijl we in de herhaling kijken naar de inhaalactie van Ivan Müller. Eigenlijk een hele simpele inhaalactie. Maar wel eentje die hij moest plannen. Dus het was ook wel weer mooi racen. Jammer voor Coronel dat hij dan een plekje verliest. En hier zien we Coronel rechts voor. Ja, dan zie je dat hij gewoon weinig tractie heeft. En dat dus ook zo'n Alfa Romeo heel makkelijk op het rechte stuk voorbij kan komen. Jan Herlacher gaat op weg naar de overwinning. Dat doet hij in de allerlaatste van 3 ronden. Ook wel weer mooi. Hoe lang was jouw race? 3 ronden. Oh, dat is ook niet lang. Nee, maar wel bijna 100 kilometer. En dan win je dus aan het eind van die wedstrijd met de Link & Co. En dat is mooi. En dan zien we links Coronel uiteindelijk 9e worden. Maar Girolami krijgt een straf en wordt Coronel uiteindelijk 8e. Een 1-2 voor Link & Co. En Jan Herlacher is blij met een overwinning. Deze wilde hij gewoon op zijn cv hebben. Yeah, actually, maybe it's the best victory I had in my career, actually, because on the Nordschleife in those conditions, with overtaking and stuff, it's absolutely insane. The feeling we have here, we can't compare it. And honestly, it's so unbelievable what we feel in the car. So this victory, yeah, I feel really proud and happy for all the team. It's good point for the team, for the driver championship, for everything. So just happy about it and looking forward for the next races. En dat doet ook Tom Coronel, want die staat inmiddels op de 5e plaats in het kampioenschap en eerste bij de Independents. Ja, 8e. Ik denk dat een hele moeilijke run was. Ik wist al dat in de regen het niet zo heel makkelijk zou gaan met auto's. Maar ik kon gewoon geen grip vinden. Met insturen was hij echt gewoon heel moeilijk. Remmen constant blokkeren. Tractie was er niet. Gewoon de hele voorkant was heel slecht om grip te kunnen vinden. Je zag ook makkelijk dat ze me uitaccelereerden. Begin eventjes, ik denk, nou, laat ik even Ted Björk proberen aan de zijkant. Dat schoot ik net even door in het grind. Ja, en daar zie je ook al dat, weet je, je mist net even wat bite aan de voorkant, de scherpte bij het insturen. Toen heb ik aan het eind nog even lopen stoeien met Thiago. Zat een paar keer in mijn deur, een paar keer tegen mijn achterkant. Maar uiteindelijk toch nog voor hem kunnen blijven. 8e, in de regen moeten we nog even een beetje werken. Maar dat moeten er meer en ik kijk er nu al naar uit. De volgende wedstrijd op de Slovakia Ring. Tom Coronel doet het lekker, staat in de top 5. Kan hij die positie houden? Je kan het allemaal volgen via RTLGP en RTLGP.nl. Voor nu, bedankt voor het kijken. De WTCR is powered by Tricorp Workwear, Dijkstra Drijsma, Begrip in de Bouw en ASC Ladders en Stijgers.